Volgens mij doet ze daar het helemaal fout. Zit jij te lachen? Wat? Niks. Oh, dat voelt heel... Wow, kijk mijn rest. Holy shit, dit is vet. Nog steeds zijn er misverstanden over vis. Bijvoorbeeld dat vis heel moeilijk is om klaar te maken, terwijl het eigenlijk gewoon rete makkelijk is. Ja, en dat gaan wij vandaag laten zien in deze aflevering van Visvrijdag. Deze week hebben wij de koning der gadgets, Dylan Pijs. Hey, Dylan. Happy Visvrijdag allemaal. Ik ben super blij dat ik jullie vandaag kan uitdagen, want ik heb een hele leuke battle voor jullie. We gaan niet zomaar koken met de oven, maar we gaan vandaag ook koken met de afwasmachine. Ik vind dingen uittesten heel erg leuk. En koken met de vaatwasser is natuurlijk wel iets dat je gewoon een keertje moet proberen in je leven. De afwasmachine heeft perfecte temperatuur, perfecte lengte om het gerecht lekker langzaam te laten garen. Ik zie hier bijvoorbeeld mediterrane vis. Gaat die dan in de vaatwasser? Ja, dat klopt. Nee, dit gaat niet in de vaatwasser. Dit gaat wel in de oven en de rest van de ingrediënten gaan wij koken in de afwasmachine. Jullie hebben een uur de tijd vandaag om even wat moois voor te bereiden. De tijden van de oven mogen jullie zelf gaan bepalen, net als de afwasmachine. En zorg ervoor dat je timing juist is, want je wilt natuurlijk niet dat iets overgaar raakt. Ja? Oké. Okay. Succes. Thanks. Ik ga eerst eens opzoeken hoe dit werkt. Hoe lang iets moet koken. Bizarre trend van Margriet.nl, koken met je vaatwasser. Maar we worden dus niet voor de gek gehouden, Dylan. Dat vind ik al een fijn idee. Tips van de vaatwaskok op wasmachine.nl. Dat is echt? Ja. Champignons en aardappelen kunnen de hele wasbeurt mee. Tomaten moeten na 20 minuten eruit. Zullen we gewoon een programma van ongeveer 30 minuten doen? Dat zou toch wel goed moeten zijn? Ja, maar nee. Want als we rijst gaan, dat is toch niet slow koken? Dat is gewoon iets meer dan normaal koeken. Even kijken, de vis moet 35 minuten. Mm-hmm. Dus als we de vaatwasser nou ongeveer ook die tijd doen. 45? Het moet wel slow koeken zijn. Ja, is goed. Maar dan moeten we even de oven voor verwarmen. Ik ga beginnen met lekkere aardappeltjes met shallotjes en knoflook in de pot samen. En daar doe ik nog wat kruiden bij en dat wordt gewoon lekker. En verder weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik zie wel. Ik ga die vaatwasser dus gebruiken om rijst in te koken en de boontjes in te koken. En de rest van de ingrediënten ga ik gebruiken om een soort garnering van te maken. Ik baal natuurlijk onwijs van dat ik vorige week verloren heb, dus ik ga vandaag heel hard mijn best doen. Volgens mij doet ze daar het helemaal fout. Ze heeft het helemaal vol gedaan met water, maar volgens mij is juist het idee dat het helemaal niet nodig is. Ik moet even weten hoeveel water ik erin moet gaan doen, want het lijkt me een beetje gek. Dit is veel water voor al deze rijst. Dit is ongeveer 4 porties. Ja, is goed. Is goed. Zit jij te lachen? Wat? Niks. Lijkt het heel lekker? Even kijken, een beetje roeren. Volgens mij is het veel te veel water dus. We eten, bij Saar eten we gele rijstepap. Het doet me best wel pijn om je weer te zien verliezen gewoon. Ja, ga je nog maar niet te vroeg. We gaan door naar de verrassingschallenge en dat is hydrodippen. Ooit van gehoord? Nee, wat is dat? We hebben hier allemaal soorten verf en dat kan je gewoon in een bak met water spuiten. Je maakt je eigen patroon, je dipt je bord erin, je haalt hem eruit en je bord is gewoon helemaal gekleurd naar hoe jij wilt hebben. Werkt het zo makkelijk? Het werkt heel makkelijk. Je moet het alleen goed doen, want je kan het ook best doen. Dus hou het eens met je hand. Ja, zoiets. Iets hoger. Ja, tot er echt een mooi rondje komt. Ja, dat is perfect. Yes. Er stond iets meer afstand, kun je er komen van die randjes in. Ja, langzaam, 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 langzaam. Tot hoe ver je wilt, tot hoe ver je wilt. Oh. Nice! Dat is niet. Oh, dit is veel beter dan ik had gedacht. Een mooie strakke lijn nog. Oké, saai. Je hebt natuurlijk even kunnen afkijken bij Koen. Heb je dat van opgestoken? Een beetje een idee van, wat ga ik anders doen? Ja, ik ga geen groen doen, want ik vind het er een beetje uitzien of het uit de sloot komt. Oei. Sorry, Koen. Hij is super mooi. Dat klinkt pijnlijk, oké. Okay. Ik help een heel klein beetje, ik schud het alvast voor je. Ja, thanks. Oh, de timer is gereed. Ik ga de vis in de oven doen. Ja. Vertrouw je mij? Ik vertrouw jou. Yes. Wel mijn goede vis erin. Ja, succes hè, en niet vals spelen. Doei. Oké, ze zijn geschud hè? Ja, ze zijn goed geschud. Iets meer afstand. Zo, dat gaat wel heel snel. Heel langzaam, langzaam hè? Heel langzaam, inderdaad. Ja, 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 ja. Oké, trek maar naar boven.
Wow. Is vet! Er zitten nog 3 van die krassen in, alsof we een soort tijger heeft gekrapt. Ik vind mijn bordjes echt veel vetter dan die van Koen. Kijk even. Is toch duidelijk? Dit is zoveel frisser. Vind je ook niet? Ik vind dat ook hoor. Je mag eigenlijk niet zeggen. Haha, zie je wel. Volgens mij is het eten klaar. Ik hoor je wel nog van alles in borrelen. Ja. Volgens mij staat het nog aan, maar kunnen we het openmaken? Of? Het heeft er een uur in gestaan, dus ik denk van wel. Nou, oké. Okay. Mag ik... Spannend. Oh, gaat dat goed? Ja. Zo. Oh, dat voelt heel... Wow, kijk mijn rijst. Oh, je chip. Wow. Nee joh. Ik heb gewoon mijn rijst droog gekookt in de vaatwasser. Dan moeten we nog zien hoe droog dat is. Oh, het is wel heet trouwens. Zo, even hierop zetten. Helpen. Weet je nog welke is? Ja, deze is van jou. En deze is van mij. Ziet er heel goed uit. Ik denk dat het nu tijd is om jullie bord even goed op te maken. Want de jury is al binnen. En die gaan zo meteen beoordelen wat jullie hebben gemaakt. Oké. Aan de slag. Ja. Is het gaar? En hij rookt dat het goed was, denk ik. Ik ben benieuwd. Is het gaar? Heel knapperig boontje. En jij mij maar uitlachen over al dat water. Ik hoor het knars hier. Het enige wat lekker is geworden bij mij is de iglovis. En is het nu tijd voor de beoordeling? Ik ben hier met 2 vrienden van mij die vandaag de jury gaan spelen. En zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker. Ik heb er zin in. Laat het eten maar komen dan. We hebben hier heerlijke gare safraanrijst met citroen, zwarte peper, vis, knapperige boontjes en verse tomaatjes. Ja, en ik heb hier krokante worteltjes met krokante boontjes. En ik heb hier tomaatjes, die zijn lekker warm en die hebben geweekt in olijfolie. Is lekker mediterraans. Ik ga jou dit bord geven. Yes. Jullie gaan wisselen dan, hè? Yeah. Ja, jullie mogen een beetje delen. Heel veel sterkte, ik bedoel plezier. Ja. Smakelijk. Is het vreten? Wist je het wel? Ja, okay. Nee, het is wel echt lekker. Mag jij het even proeven? Ja. Dus we weg zijn, kunnen we gaan beginnen met beoordelen. Laten we beginnen met het bord. Ik vind het wel super gaaf omdat je daar hele felle kleuren in hebt. Het is toch best wel donker. Het bord heeft dus al een pluspuntje. Ja. Gaan we nu naar de smaak toe, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hier komt dus inderdaad wat er allemaal omheen ligt, is dit lekkerder. En daar is de vis wat beter. Als je eentje zou moeten kiezen. Laten we beginnen met cijfers. Het taalplaatje van deze vind ik wel beter, omdat Oké, de jury heeft besloten wie de echte winnaar is hier. En dat is er natuurlijk maar eentje. Laten we beginnen bij Koen. De jury heeft jou een gemiddelde score gegeven van een 7. Voel je jezelf erbij? Ja, het hoog geschat denk ik, hè? Nou, ik vind het wel terecht, heeft gezegd. Oké, dat is mooi. Gaan we door naar Saar. Wat denk je zelf? Zit je daar boven of onder? Nou, ik kan een heel bescheiden antwoord geven, maar ik denk wel dat ik erboven zit. Ja? Dan ga ik je blij maken, want jij hebt de score gekregen van een 8,5. Wow. Nou, zo zie je dus dat visbereiden helemaal niet zo moeilijk is. Ja, die vis ging prima, maar dat groente in de vaatwasser moet ik nog bij oefenen. Maar Dylan, toch heel erg bedankt voor deze hele vette challenge. Geen probleem, ik vond het ook leuk. En wat vonden jullie er thuis van? Laat het hieronder achter in de reacties. En laat weten of je Saar ook echt de terechte winnaar vond. En vergeet je niet te abonneren hieronder en een blauw duimpje omhoog achter te laten. En vergeet geen vis te eten, want dat is heel belangrijk. Achter dat kon blijven. Ja? Yeah. Wow.